bij deze zomerflow van Esther Yoga met Chantal en met Esther. Je mag lekker komen zitten. Zorg dan dat je comfortabel zit. En als je wil, sluit je lekker je ogen of je maakt je blik zacht. Verleng meteen je kruin wat omhoog. Maak ruimte in je bovenlijf. En zorg dat je basis, je billen en je benen goed op de vloer zijn. Breng je aandacht maar eens naar je ademhaling. En blijf je ondertussen ook bewust van je lijf. Breng je schouders maar goed in één lijn met je heupen en je neus recht vooruit. Trek je kin een heel klein beetje naar achter toe, zodat er ruimte achter in je nek ontstaat. En dan mag je je rechteroor naar je rechterschouder gaan brengen. Even goed de strekking opzoeken. En dan je kin naar beneden brengen. Dan maak je een halve cirkel met je linkeroor naar je linkerschouder. Zoek je daar weer goed de strekking op. En dan breng je je kin omhoog. Draai een halve cirkel weer door naar je rechterschouder. Gaan we de andere kant op, dus breng je kin omhoog. Draai een halve cirkel je linkeroor naar je linkerschouder. Door naar beneden met je kin naar je borst. En dan blijf je daar even hangen. Voel maar hoe met elke uitademhaling je steeds meer los kan laten van wat je niet meer nodig hebt. En dan breng je heel rustig je kin weer omhoog, zodat je neus weer recht vooruit steekt of wijst. En dan breng je je handen, de puntjes van je vingers op je schouders. En dan draai je je ellebogen naar achter in een grote cirkel. Draai ze omhoog. Zo hoog als gaat en helemaal naar voren toe. Misschien wel naar elkaar toe. En naar beneden. En als ze dan beneden zijn, dan neem je ze mee naar voren toe. Dus dan breng je je ellebogen weer helemaal naar voren toe. Omhoog en naar achter. Dan zet je je rechterhand op de vloer en dan steek je je linkerarm omhoog en dan reik je helemaal omhoog. En dan ga je over jezelf heen reiken. Kijk maar of dat je die borst nog wat naar voren kunt brengen en je linkerschouder wat naar achter. Kom je weer terug omhoog en dan zet je je linkerhand neer en dan strek je je rechterarmen helemaal omhoog. Eerst omhoog en dan over jezelf heen. Probeer je borst weer naar voren te brengen en je rechterschouder naar achter. En dan kom je weer terug. En dan breng je je rechterhand achter je en je linker ook. En dan verstrengel je je vingers in elkaar. En dan probeer je je armen wat te strekken. En die borst naar voren te brengen. En misschien je armen wel wat omhoog. En dan breng je je kin naar beneden. Adem een paar keer goed in en uit. Nu laat je je vingers los en dan verstrengel je aan de voorkant in elkaar. En dan duw je ze goed naar voren met de handpalmen naar voren. Maak je rug maar bol. Kin weer naar beneden. En dan strek je je armen helemaal omhoog. Laat je handen maar los en reik omhoog en misschien kijk je wel mee. En dan mag je je armen buigen en je knieën omhoog brengen en je voetzolen op de vloer zetten. En dan gaan we naar een bootpose toe. Dus je verlengt goed je rug, breng je borst wat naar voren en je kruin omhoog. En dan blijf je of hier zitten of je gaat kijken of je kunt balanceren. En misschien heb je dan je handen wel onder je knieholtes.
Hou je knieën goed tegen elkaar en kijk misschien een beetje omhoog. En dan mag je handen loslaten en dan mag je kijken of dat je zo helemaal naar je rug kunt zakken. Naar een lage boot. Oeh, en dan leg je jezelf helemaal neer op de vloer. En dan zet je je beide voetzolen op de grond op heupbreedte zo dicht mogelijk bij je billen. Je handpalmen met de handpalmen naar beneden. Je handen met de handpalmen naar beneden. En op een inademhaling ga je dan je heupen omhoog duwen, zo hoog als je kunt. En op een uitademhaling leg je jezelf wervel voor wervel weer terug op de vloer. Adem in, til je bekken op en van daaruit duw je jezelf omhoog. En op een uitademhaling leg je jezelf weer vanaf die bovenste rugwervels helemaal neer tot je helemaal weer ligt. Laatste keer duw je jezelf helemaal omhoog. En dan blijven we hier eventjes. Je handen mogen met de handpalmen op de vloer. Je mag ook je handen in elkaar verstrengelen. En je schouders wat naar binnen lopen. Blijf goed duwen. Kracht in je voeten. Kracht in je benen. Oké. Breng je handen weer los als je ze vast had. Leg je rug weer op de vloer. Trek je knieën naar je borst. En schommel in één of in een paar keer weer terug naar een boot. Je mag er meteen inkomen. Kijk maar hoe je hem pakt. Je handen vast of je handen los. Je benen gestrekt of je benen gebogen. Oké, dan mag je weer naar een lage boot. Dus kijk maar hoe dat je daar komt. Je helemaal licht en dan breng je je linkervoetzool naar de vloer en je rechterknie trek je naar je toe. Die breng je naar buiten en dan leg je je rechter enkel op je linkerbovenbeen. Dan mag je of hier blijven liggen of je trekt met je handen je bovenbeen, je linkerbovenbeen wat naar je toe. En dan pak je je bovenbeen vast of je pakt je scheen vast. En dan zoek je daar wat ontspanning op. Leg je hoofd ontspannen neer en zorg dat je gezicht ontspannen is. Je kaken los zijn, ruimte in je mond. En adem maar rustig door. Bewust van de plekken die misschien wat ongemakkelijk voelen. Oké, laat je handen weer los, zet je linkervoetzool op de vloer en breng dan beide knieën naar je toe. Mag je weer omhoog schommelen in één keer of in een paar keer komen we weer naar een bootje toe. En blijf variëren. Dan gaan we naar beneden, dus pak hem. Hoe dat jij hem wil pakken. En als je eerst je voeten wil neerzetten en van daaruit wil komen liggen, dan mag dat. Zet je rechtervoetzool op de vloer en breng je linkerknie naar je borst. Breng je knie naar buiten en leg je enkel op je bovenbeen. Pak je rechterbeen vast, trek het naar je toe. En zorg dat er geen spanning in je nek zit of in je schouders. Zet je rechtervoet maar weer neer. Trek je beide knieën naar je toe. Korrel weer terug omhoog gerold. En nog een bootje. Misschien zit je wel aan een meer of kijk je uit op de zee en zie je daar allemaal boten. Dan denk je, kijk mij eens hier zitten in een prachtige zeilboot of een roeibootje. Een motorboot. Of een lage sloep, daar mag je naartoe gaan. Maar niet voordat je je rechterknie naar je toe trekt. Dus je pakt je rechterknie vast, je gaat je linkerbeen strekken en dan kom je weer liggen op de vloer. En dat linkerbeen blijft boven de grond, dat rechterbeen trek je goed naar je toe. En dan duw je je hak naar achter, dus je tenen komen wat naar je toe en je voet en je benen zo ongeveer
15 centimeter boven de vloer. Oké, buig je linkerbeen weer, pak hem vast, pak je knie vast en kom weer omhoog. En nog een keer een bootje. We gaan weer naar een reddingssloep, dus pak je linkerknie vast, trek hem naar je toe, strek je rechterbeen. En dan zak je weer naar beneden, hou die energie in die rechtervoet. Linkerknie helemaal naar je toe, je rechterhiel van je af. Oké, buig je rechterbeen. Kom weer omhoog. Voor nog een heerlijk bootje. Misschien ben je deze keer wel een jacht. Oké, komt. Die gaan we hetzelfde doen als net. Alleen dan nu met twee gestrekte benen. Echt waar. Dus kom maar liggen, liggen, liggen. En strek je beide benen. En misschien zijn ze deze keer wel iets hoger dan net. En misschien zijn ze wel helemaal op de vloer. Of er iets boven dan. Oké, trek je knieën naar je toe. Schommel naar voren. En zet je voeten lekker neer. Je mag je benen gaan strekken. En jezelf voorover laten zakken. Voor een overheerlijke vooroverbuiging. En die pakken we op een yin-achtige manier. We hebben net behoorlijk hard gewerkt. Dus hier mag je proberen zoveel mogelijk ontspanning op te zoeken. En misschien betekent dat wel dat je je benen een klein beetje uit elkaar legt of je benen een beetje buigt. Werk niet te hard om dieper te komen, maar laat die pose zijn werk doen. En dan ga je deeltje voor deeltje proberen je hele lijf te ontspannen. Begin maar eens bij je gezicht en maak je voorhoofd zacht. En je slapen, je ogen, je wangen, je kaak en je tong. Voel zachtheid in je nek en je hals, je schouders en je armen, je bovenrug en je onderrug. Je buik mag rond worden en zacht zijn. Laat alle spanning uit je benen stromen. Vanaf je heupen, je bovenbenen, helemaal naar je knieën, door je kuiten en je schenen, door je enkels naar het topje van je tenen. Kom je heel rustig omhoog, wervel voor wervel, beweeg langzaam. En dan mag je helemaal doorbewegen naar je rug. En dan neem je lekker de ruimte in. Leg je benen maar wat uit elkaar, laat je voeten naar buiten vallen. Misschien je armen naast je, weg van je lijf of boven je. En dan probeer je dat ontspannen gevoel vast te houden. Steeds dieper de vloer in te zakken. En dan mag je zo lang blijven liggen als je tijd hebt of zin hebt. En dan zien we je graag weer een volgende keer.